Hi there, wat leuk dat je deze aflevering van de Business English Snack hebt aangeklikt. Mijn naam is Anneke Drijver van Improve Your Business English en de auteur van het boek Master Your Business English, Communicate with Power in 7 Simple Steps. Ik help jou als ondernemer of senior business professional van je middelbare school Engels af, zodat je ook internationaal met impact en vol zelfvertrouwen in het Engels kunt communiceren, maar bovenal volledig jezelf kunt zijn. In deze aflevering 10 Engelse zinnen om door te vragen tijdens een gesprek. He, soms heb je dat, van die gesprekken die eigenlijk niet lopen. Er komt niks uit, het gesprek blijft steeds hangen. Verschrikkelijk saai en irritant. En wat kun je in het Engels dan zeggen om het gesprek gaande te houden? Nou, pas ten eerste op natuurlijk dat je geen gesloten vragen stelt, want met alleen ja of nee krijg je nog geen lopend gesprek. Maar ik heb wel 10 andere zinnen voor je, ter inspiratie. Hier komen ze. Could you tell me more about? How did you first become interested in? What do you enjoy most about? Can you give me an example of? What are some challenges you faced with? How has that impacted your life? What do you hope to achieve with? Have you tried? What made you decide to? How do you see evolving in the future? En dit waren ze 10 zinnen om door te vragen tijdens een gesprek. I hope this helps. Thank you very much for tuning in. En graag tot de volgende Business English Snack. En mag ik je nog een kleine tip geven? Wil je je Engels zelf gaan verbeteren, maar weet je niet hoe of waar je moet beginnen? Ga dan snel naar www.improveyourbusinessenglish.nl / stappenplan voor het stappenplan dat jou gaat helpen om je zakelijk Engels doelgericht en zonder al te veel moeite te verbeteren, zonder dat je terug de schoolbanken in hoeft.